De benedenbuurt in Wageningen krijgt een warmtenet dat duurzame warmte gaat leveren. Hoe werkt dat? De warmte wordt opgewekt met een warmtepomp. Dat gebeurt aan de Dolderstraat. Een warmtepomp werkt eigenlijk net als een koelkast, maar dan net andersom. Een koelkast koelt en een warmtepomp maakt via hetzelfde principe warmte. De warmtepomp aan de Dolderstraat haalt de warmte uit de omgevingslucht of uit de bodem. Hij werkt zelfs als het buiten vriest. Vervolgens zorgt de warmtepomp er op een slimme manier voor dat het water verder wordt opgewarmd. In de zomer is het water dat naar de huizen gaat 60 graden en in de winter 70. Wat nu als het een keer heel koud is en heel veel mensen zetten op hetzelfde moment de verwarming aan? Ook dan blijven we warm, want op zulke piekmomenten kunnen we bijstoken op aardgas. Het water stroomt vervolgens via een netwerk van leidingen naar alle woningen. Ook de huizen die op het eind van het net liggen, krijgen gegarandeerd heet water. In huis wordt de warmwaterleiding aangesloten op een zogenoemde afleverset. Deze afleverset komt in plaats van je huidige gasketel. Wanneer je de verwarming aanzet, stroomt het warme water naar de radiatoren, net als dat nu gaat. Het is dus niet nodig om nieuwe radiatoren of vloerverwarming te nemen. Het warmtenet levert ook warm water voor in je keuken en badkamer. Lekker warm dus, met warmte uit eigen buurt. Wow, wij gaan van het aardgas af. Jij ook?